Fijn om, om weer met elkaar te spreken. Goedemorgen allemaal. We hadden net even een discussie met elkaar en daarin hadden we het over de moderne middelen die mensen soms in verwarring kunnen brengen of die gebruikt worden, die heel scherp gesteld kunnen worden. Dat is toevallig net het stukje waar ik over wil praten. Dat is dat kleine stukje die een schip op koers houdt. Het roer. En ik wil het roer graag vertalen naar de tong. In de brief van Jacobus wordt daar een aardig stukje over geschreven. In hoofdstuk 3 vers 2 schrijft hij namelijk: we struiken allen in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. En gezien de discussie wil ik het ook een beetje toespitsen op wat we schrijven. En een stukje roddel, een stukje achterklap. En dat komt allemaal van dat hele kleine dingetje wat in je mond beweegt. Jacobus zegt: de manier waarop een mens spreekt beïnvloedt dus het hele lichaam. Iemand die zijn spreken niet onder controle weet te houden, zal ontdekken dat zijn lichaam daarop reageert. Bijvoorbeeld iemand die tijdens een gesprek boosheid in zich voelt opkomen en dit in zijn spreken de vrije loop laat. Hij gaat luider en harder spreken. Naarmate hij zich opwindt en wordt meer expressief in zijn lichaamstaal en gebaren. Het resultaat is een zeer moeilijk gesprek dat kan uitlopen op een ruzie of verwijdering tussen gesprekspartners. Wanneer de persoon zijn boosheid niet tot uiting brengt en zijn tong onder controle houdt, is de kans groot dat het gesprek op een normale manier kan verlopen. Zeker, helemaal geweldig is het als hij probeert te achterhalen wat hem zo boos maakt en hij dit bespreekbaar zou kunnen maken. Dan kunnen problemen worden opgelost en relaties worden versterkt. Door ondoordacht schrijven, spreken, roddelen, kwaadsprekerij kan een gesprek, de goede naam opgebouwd, volkomen teniet gedaan worden. Er is dus een probleem. De tong kan geen mens bedwingen. Ze is een onberekenbaar kwaad vol dodelijk venijn. Jacobus 3 vers 8 tot en met 10 zegt: met haar loven we de Heere en Vader en met haar vervloeken we de mensen die naar gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zijn, zegt Jacobus. Hij besluit dus met: dit moet niet zo zijn. Als het niet zo moet zijn, kan het dus ook anders. Dan is er een oplossing. Waar gaat het om? Licht en duisternis gaan niet samen. Jacobus zegt in vers 11: doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Indien ge echter bitter naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en ligt niet tegen de waarheid. Dat is niet wijsheid die van boven komt, maar zij is aards. Ongeestelijk, zelfs duivels wordt het genoemd. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Jacobus 3, vers 14 tot 16. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, dat wil zeggen gemakkelijk te overtuigen, gehoorzaam, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd, dat wil zeggen oprecht en zonder dubbele bodem. Aldus Jacobus 3 in vers 7. Jacobus besluit in vers 17 dat gerechtigheid een vrucht is die in vrede wordt gezaaid, terwijl men vrede sticht. Dit vraagt de juiste innerlijke gesteldheid. De Heer Jezus zei in Lucas 6 vers 45: een goed mens brengt uit de goede schat van zijn hart
het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Kan ook met schrijven gebeuren. Moderne communicatiemiddelen. Die mensen soms tot wanhoop brengen. Dus met andere woorden, de manier van kwaad spreken of roddelen wordt niet bepaald door de tong zelf, maar wordt bepaald door de gesteldheid van het hart. Waarom is roddelen of kwaad spreken verkeerd? Roddelen of kwaad spreken, en zie daarin ook het schrijven, heeft geen begrip voor de ander. Roddelen of kwaad spreken komt vaak voort uit jaloezie of een slecht zelfbeeld. Roddelen of kwaad spreken stelt iemand in een negatief daglicht, kent geen mededogen of barmhartigheid. Roddelen of kwaad spreken leidt een eigen leven en dient vaak de leugen. Als iemand iets negatiefs over een ander hoort vertellen, wordt dan gewoonlijk weer aan anderen doorverteld en gaat het verhaal een eigen leven leiden. Meestal wordt het steeds pittiger en dramatischer, vaak doorverteld als een vaststaand feit. Roddel of kwaad spreken beïnvloedt de manier waarop men over iemand denkt. Roddelen of kwaad spreken brengt verwijdering tussen mensen. Roddelen of kwaad spreken is vaak de oorzaak van geschillen. Wie roddelt of kwaad spreekt, wordt een, en dat zegt de Bijbel, een tegenstander van God. Ik bid voor hen die in mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Johannes 17, vers 2. Aan de andere kant zei de Heer Jezus ook, wie met mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. En dat staat in Matthäus. Dus wie roddelt of kwaad spreekt, brengt verwijdering tussen mensen en getuigt van onvergevingsgezindheid. Wie roddelt of kwaad spreekt, verstrooit, schaadt mensen en schaadt ook de gemeente, waar we allemaal deel van uitmaken. Het schaadt de getuigenis van de gemeente in de wereld en het schaadt het beeld van Jezus Christus. En dan, hoe wil God dat mensen met elkaar omgaan? Wie tot in het diepst van zijn hart beseft, volkomen aanvaardt en vergeven te zijn door Jezus, staat vergevingsgezind in het leven. De opdracht is God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Ik herhaal, de opdracht is God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. En dat staat in Lucas 10 vers 27. God heeft een geweldige belofte. Wanneer je uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukte verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Heere zal u voortdurend leiden, in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken, zegt het woord. Dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron waarvan het water niet teleurstelt. Jesaja 58. En laat dat nou de tekst zijn van de stichting Help ons helpen. Jacobus zegt nogmaals, doet soms een bron uit dezelfde aarde zoet en bitter water opwellen. Mijn overtuiging, en we zijn mensen, we maken ons er allemaal schuldig aan. Als we op onze tong bijten, als we een wachter voor onze mond zetten en nadenken hoe we zelf benaderd willen worden, de wereld en in ieder geval onze naaste omgeving er beter van wordt. Ik wens ieder een gezegend weekend toe. Amen.
Dank, Missy Grace. Geweldig. Wat een mooi